Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft. We zijn hier met een groepje mensen, een paar VIP-mensen zelfs. En we zijn ook met paar Peter, maar die gaat nooit zo hard vooruit. En we zijn ook met Leroy. Leroy, wat ben je allemaal aan het doen? Zo gaat de paard helemaal niet vooruit. Ik ben zijn batterij aan het verwisselen. Duracell, dat is toch een konijn? Nee. Oh ja, een speciale... Doet een... Voor de paardenkracht, zeg maar. Oké, paardenkracht. En vandaag, we hebben Jelle. We hebben Tim. We hebben Dizzy. We hebben Marijn. En we hebben Transavia, die de kikker heeft. En heel veel mensen, die zijn hier allemaal bezig. Maar wij gaan speciaal wat doen in deze aflevering ook. Met Kroeben. Yeah. Wat gaan we doen, Leroy? Ja, ik denk dat we toch eens een keertje naar de studio's gaan. Eindelijk. Yes. Ik durfde het niet te vragen aan je, maar je gaf het zelf aan. Gelukkig. Mensen, we gaan in de studio's en zoals ik elke aflevering heb gedaan, gaan we dus nu dan met VIPs doen. En binnenkort geopend, maar we moeten er overheen vliegen dus, hè? Ja, okay. Dat kunnen we allemaal. Dat kunnen we wel. Kijk, huppakee. Dus we zijn nu aan de andere kant van de studio, dus dit zijn eigenlijk een beetje exclusieve beelden. En we zijn nog steeds bezig aan de bouw. Dus mocht je dingen zien die niet zijn afgebouwd, loop niet te rage van... Dat komt allemaal goed. En zullen we dan gelijk maar naar die stomme Dino Club van je? Leroy's Dino Club. Nou, ik mag niet ben bij jij een Dino? Nee. Wegwezen. Is de Dino Club. Ja, er komt nog ooit... Ik heb tegen Leroy gezegd, er komt ooit ook een eendenclub. Maar dan zijn mensen die dan zogenaamde dino's kinderen hebben, die kunnen dan hier in die club. Maar mijn eendenclub wordt stukken groter. Echt niet. Komt er ook een club? Wacht maar. Absoluut niet. Een donut club, hè? Ja, ik ben nu in de beer, want ik ben nu centraal. Dus ik mag misschien even gluren. Ja, vooruit. Gluur maar. Ja, mag ik gluren zo? Ja. Oh, er zijn al heel veel mensen. Het staat al helemaal vol, zie ik bijna. Clubhuis. We hebben al 10 dino's in de club. Wauw. Veel hoor. Ja, het staat ook helemaal vol met die lelijke dino's. Sorry, wegwezen. Oké. Okay. Nou, we gaan door in de studio's, want hier zien we namelijk ook heel veel verschillende figuren. Maar wat je opvalt is dat er nog helemaal geen achievements zijn toegevoegd. Maar dat wordt allemaal gedaan wanneer het wordt geopend. Dan staan al die achievements al helemaal klaar voor jullie om te worden gehaald. Want dit is natuurlijk een soort van extend park. En Buzz Lightyear staat hier ook. En dat is een hint. Dit is een hint, Leroy. Ik denk het wel. Ja, dit is zeker een hint. Bus, je gaat niks vertellen. We hebben iets afgesproken. Je gaat niks vertellen. Want het is een beetje tussen ons en de crew, hè? Ja, oké. Okay. Hij weet het donders goed, hoor. Hij weet het donders goed. Goed. En Tim. Hallo. Ja. Hoe is het, Timothy? Gaat goed met jou? Maakt niet uit. Ja, ik zit lekker. Ja, ik zie het. Jij bent echt heel lang niet in Disneycraft geweest, hè? En het was heel grappig, joh, want hij kwam gisteren dan eigenlijk weer na lange tijd in het park. En toen, gisteren is natuurlijk wel weer wat andere datum, maar je moet maar even denken dat het gisteren was wanneer we het opnemen. En hij keek naar de achievements en zei, wauw, oh, dit is nieuw, oh, dat heb je nieuw, oh, dat is helemaal veranderd. Dus het was zo leuk om te horen van iemand die lange tijd niet is geweest, want wij maken het weer anders mee, omdat wij er elke dag bij zijn. Maar jij vond het heel leuk, toch, Tim? Ja, de grote vooruitganger dus. Het gaat goed. Oh, tof om te horen. Ja, we hebben hem niet betaald. Dat je denkt van, hij moet alleen maar positief zijn. Want hij zal misschien ook wel dingen zien dat hij denkt van, nou, dat moet nog verbeterd worden. Maar dat is, bij alles is dat zo. En daar zijn we hopelijk mee bezig. Nou, hier zie je dus de studio. Die is voor de derde keer opnieuw vernieuwd. En Dizzy, wat vind jij ervan? Ik vind het helemaal geweldig. Ja, is het beter dan de vorige? Ja. Want de vorige, wat was dat ook weer? Je kon een pad naar de Main Street, hè? Het was veel minder, dus die grote studio erachter was er niet. Ja, dit is dus dit zijn eigenlijk de oude huisjes die eigenlijk in die Main Street stonden. En die zijn allemaal of gerenoveerd of opnieuw gebouwd. Of gewoon neergeplaatst, gekopieerd, geplakt. En die staan dus helemaal hier aan de zijkant van de studio's. Dus dit is een beetje het Main Street blokje. En dat geldt ook voor de andere kant waar we nog wel een gedeelte moeten bouwen, zoals je ziet daar. Zoals ik al zei, het is nog niet helemaal af. En Leroy, waar gaan we heen samen? Met de crew. Ja, ik zag net iets heel leuks, maar dat is een stukje terug. Oh, ik ga wel mee. Het is echt die iets Dino Club heel natuurlijk. Gaaf. Nee. Het is echt... Ik ben er helemaal verliefd op zelf. Je bent er verliefd op? Deze hoed? Nee. Ik ben heel benieuwd naar Leroy. Een stukje terug. Wat... Ja, ik vind het zo bijzonder. En ik zie hier een gebouw. Wat is hier zo bijzonder aan dan? Het is nog leeg, maar als je doorloopt...
Oh, wat is dit dan weer? Wat? Hè? Magic, ja, wat is dit dan? Het lijkt net op een bazaar met al die winkeltjes hier. En het staat hier ingericht. Ik zie een flamingo weer staan hier. Oh, dit is een hele speelplaats of zo. Een hele binnenspeeltuin. Oh, wauw. Dit is gaaf. En dit zit helemaal in de Main Street helemaal erop gedaan. En hier, een wildwaterbaantje hier. Wee. Gaaf, joh. Je gaat verkeerd. Echt, Wat? Nee, Transavia, die ging de verkeerde kant op. Oh, ik ga goed, toch? Ja. Ik ben echt, lekker ik druk vind in het zo leuk. Ja. Je hebt het gehaald. Ga je domsferen maar drogen. Oh, is dat het er? Ja. Oh. En echt, voor mij in elk geval een dikke shout-out naar Rubex. Robbe, ja, absoluut. Robbe heeft het in elkaar gezet. Hij heeft heel dit gethematiseerd en het ziet er echt fantastisch uit. Hij heeft doolhofjes gemaakt, glijbaantjes, kleine carousel zoals je ziet. En is het leuk, Tim? Ja. Oh, mooi. Lijkt wel wanneer. En klimrekjes heeft hij gemaakt en jump map parcoursjes en een boerderijtje zelfs. Belgische. Wat zei je? Er staan zelfs Belgische te hier. Oh, mooi. Oh, ik ga eens kijken. Kijk dan. En dit dolfje is ook leuk. Dus zeker weten is dit al een vernieuwde loopattractie. Eigenlijk een soort van. Het is eigenlijk iets wat je zelf kan ontdekken hier. En dat is ook nog steeds in aanbouw. Dus we gaan nog steeds dingetjes aanpassen en zo. Maar dit is wel echt een hele toffe. Ja, dit is wel heel gaaf trouwens. Dit is gewoon random verstopt. We moeten nog bordjes maken. Die worden afgedrukt. Dus we zijn er nog bezig met. Met een aantal dingetjes. Er staat hier wel een bordje. Claimed by Leroy Mines. Wat? Oh, je hebt al geclaimd? Wat heb je geclaimd? Oh. Ik weet het ook niet meer. Heb ik dat gemaakt? Weet ik niet. De vergroting van de Dino Club. Ja, oh raar. Dat is echt al 765 uur geleden. Oké, ja, komt waarschijnlijk niemand hier. Nou, grappig. Nee. Nou, leuk om dat te ontdekken. Kuts geclaimd. Nou, deze hoed hebben we dankzij Dennis en eigenlijk dankzij Koen. Want Koen heeft deze gebouwd, Koen Smeets. En dat aapje, dat gekke aapje. En ik heb de hoed een beetje aangepast. Een beetje breder gemaakt aan de zijkant. En ik heb hem op een paar palen gezet. En hier zie je ook wat magie binnenin. En hier komt natuurlijk ook wel logisch een achievement op. Dat is al wel iets wat ik verklap. Hier natuurlijk, absoluut, op het midden. Maar hier gaan we dus naar binnen. En wat je kan doen in de studio. We hebben eigenlijk twee kanten waar je op kan gaan. Nou, eigenlijk drie. Je kan natuurlijk naar de mainstream kant. Maar dat is natuurlijk een soort van afgesloten. Je kan naar de Toontown Studios. En je kan nog verder de studiohallen gaan bezoeken. En Leroy, wat gaan we eerst doen? Ja. Ja, of zeg je wat jij mag eens een keer de keuze maken. Jij mag het een keertje doen. Nou, dan zeg ik dat we Toontown Studio, dat hebben we natuurlijk al in een aflevering gezien. Dus dat is misschien nog een verrassing voor de mensen om niet te veel te verklappen. Dat is wel echt zo schitterend. Ik ben helemaal verliefd op. Ik ben verliefd op Toontown, echt waar. En hier gaat de mainstreet ook nog een stukje door. Deze zijn ook nooit echt aangepast, maar hebben gewoon echt wel wat aangepast. Maar sommige gebouwtjes hebben we laten staan. En even kijken, want hier kan je bijvoorbeeld ook naar een parkje. Oh, dat gaat niet meer naar het parkje. Hier was vroeger een parkjesingang, dat is weg. En hier hebben we natuurlijk de grote studiohallen. Daar gaan we ook nog het een en ander in bouwen. Maar die staan ook voor een grotendeels leeg. Behalve het grote theater, natuurlijk het Muppettheater. Die staat er ook nog steeds, het Muppettheater. Absoluut. En die zal daar ook blijven. Ja, absoluut. Ja, het grote Muppettheater. Hier kunnen we altijd nog leuke shows gaan uitvoeren. Het is echt niet normaal groot. Hier hebben we de theekopjesattractie. Dat is. Leroy en ik waren in Efteling ook en we gingen niet in de München Cannibaal. Nee. Omdat het, ik vind het een misselijkmakende attractie. Ik hou daar nooit zo van. Ik ga er ook voor kotsen. Echt, hè? Maar, wat leuk is om te weten, weet je, deze attractie komt officieel nog uit het Drievliet gedeelte. Wat ooit in Disneycraft heeft gestaan. Klopt. Ja, dat is inderdaad een soort van herinnering dit voor ons ook. Ja. Dit is inderdaad het theekopje uit de Efteling, uit Drievliet, klopt. Dus we hebben eigenlijk van elk park, als we naar een park gaan, hebben we altijd inspiratie halen. En dat is ook het beste wat je kan doen, gewoon een pretpark bezoeken. En dat kan je dan bijvoorbeeld gaan proberen te bouwen op je server of in ons park, unieke park. Inderdaad. Wat vind je van dit, Transavia? Vind je dit een mooie attractie? Ja. Je kan er niet veel mee, ik weet het. Maar het is wel een nagebouwde attractie, echt uit Disneyland, vanuit de studio. En dat is dit is het Toy Story gebied en dat is helemaal opnieuw gemaakt. Want hier zat vroeger, zat hier, wat zat hier vroeger? De grote Toy Story gewoon, natuurlijk, hè, Dizzy? Ja, de Jump Map. Ja. De Jump Map, ja, klopt.
En de Jump Map is vervangen met echt een enorme grote dark ride attractie. En ik mag één ding verklappen. Ik ga het eigenlijk stiekem doen. Maar ik laat jullie zien hoe groot deze dark ride is. En dan laat ik jullie ook gelijk zien dat er een heel restaurant bij zit. Een hele extra attractie. Een heel museum. En nog een extra theatertje. En een puzzeldolhof. Nou, dat is echt niet normaal. Ja, we hebben echt heel groot aangepakt. En ik ga niks laten zien aan de Toy Story. We hebben één aflevering, 127. En daarmee kan je één scène zien uit de Toy Story. En that's it. Daar moet je het gewoon mee doen. Toch? Inderdaad, ik ben weer een bordje aan het aanpassen. En misschien leuk om wel eventjes iets te doen. En dat is echt gefrustrerend. En ik laat niet alles zien, maar dat is namelijk hier zo, in de hoek. En daar is een soort van alien attractie. Het gaat over de aliens van Toy Story. Is nog niet afgebouwd, maar heeft wel voor een groot deel wel af. We hebben namelijk de Alien Show, die kan je hier bezoeken. Ga eens even aan de kant, Izzy. Ik zie helemaal niks. Oh, sorry. Hier zo, kijk eens jongens. Een Alien Show, ik laat niet alles zien. En hier is het Toy Story Mania Dolhof. En die is gesloten, maar ik wil er wel stiekem een keer in. Veel stiekem, kan wel. Stiekem. En het is een dolhof met een jumpparcoursje. En het is wel frustrerend, want er zit echt een heel pittig iets in. En dat, oh, ja, dat is echt, het is echt spacend, ja, inderdaad. En Tim, je hebt dit nog niet gedaan, denk ik? Heb ik het gevoel? Oh, jij nog niet? Ja. En Tim, jij? Nop. Oké, dat dacht ik al. Ja, dit is allemaal vrij nieuw. Oh, ik ben helemaal verkeerd gelopen. Dat is echt heel ver. Ik zie ook twee dino's, dus ik word eigenlijk dubbel gek nu. Apart, hè? Dubbel gek. Oh nee, oh nee, ik krijg dus, ja, dit is verschrikkelijk. Dit is een jump course. Dit is zo hatelijk. Ik ga hem eens halen, ik ga game mode uitzetten. Game mode 0. Zo. En dan ga ik eens proberen of ik het kan halen. Oh, nou, het gaat nu al niet met al die mensen hier. Zo. Succes, Vincent. Dankjewel. Dit is zo frustrerend. Ja, ik ben er al. Ja, jij bent helemaal slecht in jump course, hè? Leroy? Ik? Ja. Ja, jij walgt ervan eigenlijk, om het zo te noemen. Je moet de laatste jump, en de laatste jump is het pittigst. Je moet echt van die naar daar, het is echt te halen, het is echt zeker weten te halen. En als je het haalt, dan ga ik even terug naar game mode. Dan ga je hier naartoe, heb je nog een puzzel. Dan ga je door naar het tweede gedeelte van het dolhof. Maar als je dan verder komt, en je komt hierop, moet je weer over het eerste gedeelte. Dus als je valt, moet je weer helemaal opnieuw. En dan op een gegeven moment kom je in nog een ruimte, en dan kom je weer in de tweede ruimte. En dat is met ijs. En de truc van het ijs is dat je eigenlijk in één keer doorrent. En dan haal je het helemaal naar dit blok. Maar je moet hem rennend halen. Dus dat is eigenlijk een grote tip die ik jullie geef hier in deze aflevering. Dus jullie hebben geluk. Hier, mooi. Ik ga vast hier doorheen. Want en dan komt weer een puzzeltje. Oh, ik ga hier weg. Hoe kom ik hier uit? Ja, niet hè. Oh. Ik kom hier gewoon niet uit. Ik moet deze even halen, jongens. Al die mensen. Ik heb geen kompas. Ik heb helemaal niks. Dus voor de bezoekers in de uitdaging, als je VIP hebt, is dat eigenlijk ook wel weer een voordeel van VIP. Omdat je dus als VIP zijnde kan vliegen en dan kan je wat makkelijker de achievements halen. Maar als je het voor jezelf gewoon wel makkelijk wil maken, of moeilijker bedoel ik, dan moet je op het Disney koffertje klikken en dan kan je ook je flyer uitzetten als het goed is. Heb ik dat goed, Leroy? Ja, dat klopt. Dat is wel heel makkelijk. Ja, want hier, ik heb nu mijn vliegmodus uitgeschakeld en je kan hem ook gewoon weer inschakelen. We gaan gewoon weer naar het VIP menu en dan klik je op het veertje. Dat voor mij ook? En dan staat er weer inschakeld, vliegen. Je kan ook slash fly doen. Oh, slash fly. Oh, iemand fluistert, je kan ook slash fly doen, dat kan ook nog. Nou, ik ga nog even door de studio, want de studio is wel wat verkleind, moet ik zeggen. Het is echt verkleind. We hebben wel een aantal attracties zoals de Tower of Terror, dat zijn echte speciale attracties. En de Ratatouille is een soort mengelmoes tussen het originele park en de studio. Maar ik vind altijd dat sowieso de vraag van Jafar ook wel een beetje studio gericht is. Maar we hebben nog niet echt een officiële poort nog gemaakt. We hebben al een poort, maar die wordt nog vernieuwd. Nee, wordt nog gemaakt. Ik loop nu naar de Tower of Terror. Die heeft ook Irma gemaakt. Dus zeker weten Oda en Irma. En dat is een fantastische attractie. Er is wel commentaar opgegeven dat het, waarom het een loopattractie is. Het zei het zo. Het is gewoon een unieke loopattractie. Leuke ervaring, heel groot. Puzzeltjes, mooie omgevingen. Het is echt een heel leuk, met geluidjes zelfs toegevoegd en lichteffectjes. Ja, het is een uitdaging. Het is een uitdaging, ja. En dat is leuker dan dat je in een karretje zit en alles wordt voor je gedaan. Je moet echt zelf die attractie gaan beleven. En zoals je ziet, het is nog allemaal in aanbouw hier. Allemaal grasmaaien, moet nog grasmaaien hier. En hier komt dus een andere ingang van het Sprookjesbos. Oftewel, we hebben het Sprookjesbos vergroot, zoals je ziet.
En is nog altijd ook in aanbouw natuurlijk, want zo ziet het er niet uit. Maar het Sprookjesbos is wel echt een van de grootste attracties van heel Disneycraft. En daar ben ik echt heel erg trots op. Leroy, zullen wij even één achievement samen gaan halen hier, bij dat plein? Ik kom eraan. Ja, is goed. Ik ga mijn vlieger dan eens uitzetten, want dat mag ik natuurlijk niet vliegen. En dit is het plein van Assepoester. En hier stonden altijd bomen, die had Roby gemaakt, met sneeuwbomen of van wol gemaakt. En hier zijn dus suikerspin. Ja, suikerspin. En hier staan vier achievements verstopt. Daar in de hoek, daar in de hoek. En daar natuurlijk. Vier hoeken. En ja, het zijn doolhoven. En ik wil er weer eentje gaan doen. Als afsluiting voor deze video. En dat wordt denk ik wel frustrerend. Leroy, toch. Welke kant zullen we kiezen? Die of die kant? Ja, ik denk links. Oké. Okay. We dichtst erbij dus. Ja, is prima. Nou ja, nu kunnen we weer twee kanten op. Ik denk dat ik rechts ga. Of keer links. Nee, dat ik ga rechts. Oké, ja, ik ga rechts proberen. En ja, het is de bedoeling natuurlijk om het zo eerlijk... Oh, ik loop gelijk dood. Zo eerlijk mogelijk te spelen. Ja, je had toch goed. Ik had maar naar je moeten luisteren leren, hoor. Ja, dat zeg ik, hè. Niet vliegen, hè, Dizzy. Oh, sorry. Nee, ja, ik zeg het wel. Maar jij hebt als het goed is wel alles gehaald al. Tuurlijk. Alle achievements. En dat is knap als je dat hebt gehaald. Er komen nog onverwacht soms dingen bij, achievements. Dat we het gewoon niet aankondigen dat het, zeg maar, erbij komt. En Leroy, ben je al een beetje gefrustreerd? Of niet? Ja. Of, ja. Valt het mee? Tim, gaat het goed? Ja, ik liep een rondje dus. Oké. Oh, nou, dat is niet goed. Ik ga gewoon niet is erin. Zo grappig. Wat is er grappig? Vertel het eens. Ja, ons. Kijk van boven naar jou. Oh, ik heb ook een rondje gelopen. Oh, kijk van boven. Oh ja. Ja, jullie zijn buiten te lachen, hè? Ja. Je bent er ook echt bijna. Ik weet gewoon totaal niet waar ik ben. Ik ben heel benieuwd. Oh, je ziet mij ook, Leroy. Ja, ik ben ook boven je. Kijk maar. Het wordt warm, denk ik. Ja, heel warm. Ja, heel warm. Dat is koud. Oké, dan gaan we weer door. Het is echt, het loopt nu een rondje in een cirkel. Ja. Dat is een beetje het idee van dit dolf. En steeds inhammetjes. En we komen bij de stoel. En ik heb dat jeemers gehaald. De houten stoel verdwaalt niet. Nou moet ik eigenlijk instellen dat je eigenlijk terug wordt geteleporteerd naar het stuk bij de... Ja, je weet wat ik bedoel, hè? Ja, dat kunnen we dan wel even doen. Ja, dat gaan we nog even doen. Want anders moet je helemaal terug gaan lopen en dat is echt heel... Dan word je helemaal gek. Nou, Tim, wat wil je kwijt aan de video? Heb je nog iets dat je denkt van, nou, dat vind ik een mooi iets wat er is gebouwd? Of dat daar kan ik me op verheugen? Sowieso... Toy Story die er komt. Oh ja, ja, want jij weet er ook helemaal niks vanaf. Nee, alles is een beetje nieuw voor mij. Oh super. En jij Dizzy, wat hoop jij heel erg? Ik hoop heel erg op de Toy Story. Toch wel, echt heel veel mensen. De hele studio gewoon open. Oh stof. En jij, Transavia? Ik hoop de Toy Story. Oh super. En jij Michiel? Oh ja, Michiel viel de weg. Ja, dus Michiel? Hij kon niet meer praten. Hij heeft wel een voice recht hoor, je mag praten. Ja. Oh, hij zegt ook Toy Story. Ik heb de Toy Story, Okay, nou, ik wist niet wat er gebeurde. Het is 100% de attractie dat wij een soort van verplichting hebben. Die attractie moet goed Jelle? Zijn. Oh, Jelle ook nog. Sorry, Jelle. Ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar die nieuwe dive coaster. Iets anders horen. Ja. Dat vind ik leuk om te horen. De dive coaster, dat is natuurlijk ook een fantastische achtbaan. Absoluut. Absoluut. Echt ja. Een leuk thema ook. Ja, zeker. Echt een piratenthema hebben we een beetje gezukkig gekozen. Ik heb er helemaal zin in. Want jullie weten dat, zeg maar, het is heel grappig, maar op de plek van de dive coaster stond een hele saaie treinattractie. En kun je nagaan hoe dat verbeterd is, dat we hebben gezegd van, ik gooi het gebied plat en er komt gewoon iets anders. En toen hebben we gekozen voor een dive coaster met z'n allen en dat gaat natuurlijk ook allemaal openen. Maar zoals ik al zei, de Toy Story moeten wij goed doen. En goed maken. En ik sta er nu al keihard achter dat het heel goed gaat gebeuren. En dat we daar iets heel vets van gaan maken. Maar qua thematisatie moet het gewoon top zijn. Dus we zijn keihard bezig met die attractie. En we zijn echt elk detail aan het nalopen om het zo mooi mogelijk te maken. En we kunnen alvast verklappen dat er echt een hoop achievements te halen vallen in één attractie. Ja. Dus dat is echt heel spannend. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat gaan ervaren. Dus... Hallo kijkbuiskindertjes, bedankt voor het kijken van Disneycraft. Ik bedank jullie allemaal. Hebben we nog even een enthousiasme kreet? Enthousiasme, dat is lang geleden. Dat is lang geleden, hè? Zullen we dat met allen doen? Oké, je mag gewoon mogelijk gillen. Laat iedereen gewoon zijn headset af moeten zetten, weet je wel? Ja, zo hard. Heb jij headset op, dus ja, heb ik ook geluk. Ja, dus je bent gewoon instant doof. 3, 2, 1, enthousiasme! Woehoe!
En ik rek me altijd gelijk uit. Vind ik heerlijk. Ja? Ja, vind ik lekker. Mensen, vergeet de video niet te liken en te abonneren. Nee. Minder van het scherm. En dan zie ik je volgende week terug. Volgende keer. Volgende week weet ik niet. Volgende keer. Met een nieuwe Disney Road aflevering. En bedankt Fitz voor het meedoen. Dag.